Hoe gelukkig mogen we ons in Europa prijzen als je het leven in een dictatuur aanschouwt? Het podium is aan Sinan Can. Nou, dankjewel Has voor de fijne introductie en welkom iedereen hier in Tilburg. Klopt, dit is mijn oude studiestad. Maar ik heb er wel volgens mij een half uur over gedaan om de paradox te vinden. Welkom en welkom ook namens de organisatie van de Vrijheidscolleges. En de Vrijheidscolleges zijn geïnspireerd eigenlijk op de toespraak van de Amerikaanse president Franklin Roosevelt in 1941. Toespraak die hij voor de congresleden heeft gehouden. En dat heet ook de Four Freedoms Speech, de vier vrijheden. Waar Roosevelt het over had, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijwaring van gebrek, vooral als het om economisch en vrijwaring van angst. En eigenlijk zijn er nog wel veel meer vrijheden, maar dat was toen in 1941 eigenlijk best wel indrukwekkend. Ook omdat Nazi-Duitsland toen in volle gang in Europa natuurlijk allerlei landen aanviel. En uiteindelijk is natuurlijk ook de universele recht van de universele verklaring van de rechten van de mens ontstaan in 7 jaar later. En dat was ook een beetje geïnspireerd op wat Franklin Roosevelt had gezegd. Even kijken of dat ding werkt. Oh, moet ik op de computer drukken? Ik dacht, dan laat ik jullie dan ook even een verhaal over Roosevelt vertellen. Ik was voor de klas van Elias 2 maanden geleden in Aleppo. En dat was eigenlijk de derde keer dat ik in Aleppo was. En op een gegeven moment zei de cameraman Bruce Amanda van, nou ja, dit is al de derde keer dat we hier zijn. We moeten eens een keer naar Hotel Baron. En Hotel Baron, dat is een oud en nogal bekend legendarisch hotel in Aleppo. Vergane glorie een beetje. Het ziet er heel slecht uit. Er wonen 2 oude zussen in het hotel, erfgenamen eigenlijk, die niet weg zijn gegaan tijdens de oorlog. Met het idee, als we dan doodgaan, dan maar gewoon in het hotel zelf. En ik kreeg een rondleiding en toen vertelde een van de dames dat Roosevelt in dit hotel had geslapen met zijn vrouw Eleanor op kamer 202. Wat ook bijzonder was, is dat ze zei van, maar ja, je komt uit Nederland toch? Maar Roosevelt heeft ook een Nederlandse roots. En ik dacht, nou ja, het zal wel weer zo'n Indianenverhaal zijn. Terug naar het hotel, even gegoogeld en het klopt. Hij komt uit Zeeland, uit Oud-Vossenmeer, in ieder geval de familie Roosevelt. En Roosevelt is dus ook gewoon Rozenveld. Gewoon. En ik dacht, wat een leuk toeval. En toen zijn we in Aleppo, hebben de serie gedraaid in een stad die natuurlijk voor een groot deel in puin ligt, terugveroverd is. Als je het vanuit het perspectief van het Syrische regime bekijkt, de stad is gevallen als je het vanuit het perspectief van de van de oppositie bekijkt. Wat je dus ziet is een stad die in puin ligt en met een kleine bevolking daar, want daar woonden ooit 4 miljoen mensen en daar wonen nu 700.000 mensen. En die 700.000 mensen weten eigenlijk niet hoe ze de stad weer moeten opbouwen. En even kijken. Ja. Ik zit al 15 jaar in de journalistiek. Ik ben bij Zembla eigenlijk min of meer begonnen als researcher. En vanaf 2011 ben ik de buitenlandse journalistiek ingerold. En dan voornamelijk documentaires. Ik heb mijn eerste documentaire serie die ik maakte was samen met de VPRO. En dat was 10 jaar na de aanslagen op 9/11. En dat was ook dat ik voor het eerst naar Egypte ging. En het toeval wilde dat de Arabische Lente daar was begonnen. Dus al die mensen stonden op Tahrir te protesteren. En nou, je bent eigenlijk bezig met een documentaire over
10 jaar 9-11 en je komt in een revolutie terecht. Ik ben zelf, dat zei Hasse ook, geboren en getogen in Nijmegen, 1977. Toen lag de Tweede Wereldoorlog alweer 32 jaar achter ons. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik in een veilig land, vredig land, stabiel land, welvarend land ben opgegroeid. En dat is natuurlijk anders dan als je in de jaren 80 en 90 in Irak of in Afghanistan bent geboren. En in mijn jeugd las ik in ieder geval ontzettend veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Maar die lag alweer ver achter ons. Als Nijmegenaar over operatie Market Garden, over de Holocaust, over het bombardement van Nijmegen. En dat waren in de tijd voor mij verhalen die waren bijna fictieve verhalen eigenlijk, omdat die oorlog was al ver weg. En de oorlogen die in de jaren 80 waren, die waren ook ver weg. Hè? De Afghanistanoorlog of de oorlog Irak-Iran-oorlog en noem maar op allemaal. En ik kon daar eigenlijk niet helemaal een soort voorstelling van maken, omdat het gewoon ver van mijn bedshow was. En als je in het vredige Nijmegen geboren en getogen bent in een fijne wijk, dan is dat lijkt het ook allemaal heel fictief. Het is een soort speelfilm, roman eigenlijk, oorlog. En uiteindelijk word je ouder, dus ga je journalistiek studeren in Tilburg en beland je in toch ook in oorlogsgebieden, gebieden waar de conflicten zijn. Val je midden in gebeurtenissen waar je als kind geen voorstelling van had kunnen hebben. En dat je denkt van dit is toch wel voorbij mijn eigen voorstelling. En dat was eigenlijk voor 2011 was spannend. Dat was toen in Egypte. Revolutie, maar in 2012 was ik in Irak en toen was ik er voor het eerst getuige van een bomaanslag. Denk net 20 meter van mij vandaan in Kirkuk, waar 30 mensen zijn omgekomen en 90 gewonden. En het was eigenlijk zo heftig dat de ledematen over de straat bezaaid lagen. En voor mij dus ook een totale shock natuurlijk, iets wat ik nog niet eerder had meegemaakt. En dat je denkt, waar ben ik eigenlijk in terechtgekomen? In een soort slechte oorlogsfilm. Daarna, als je eenmaal de dood in de ogen hebt gekeken, dan ben je er ook op een hele gekke manier ook een beetje genezen van de angst. Daarna ben ik ook eigenlijk niet echt bang meer geweest. In 2016, toen wij in een hinderlaag van de Taliban liepen, toen was ik vooral bang dat er iets met de crewleden zou gebeuren. Dat ik dacht van ik heb die mensen meegesleurd naar Afghanistan en ik ben daar verantwoordelijk voor als er iets mee gebeurt. Uitgezet Afghanistan in het spoor van IS, Arabische storm, bloedbroeders, de verloren kinderen van het kalifaat. Heel vaak dus in al die conflictgebieden geweest. Het gaat een beetje stroef, maar veel in conflictgebieden geweest. Nog niet zo lang geleden ook in Saudi-Arabië, met de serie over Saudi-Arabië. En wat wel bijzonder is, is als je veel reist in het Midden-Oosten en door verschillende landen, dat je dan ook vaak discussie krijgt met mensen daar over democratie, over vrijheden, over het Westen, over allerlei thema's eigenlijk waar zij zich heel erg mee bezighouden. Meestal merk je dat ze toch wel een soort vijandigheid richting het Westen. Hè? Het Westen is verantwoordelijk voor al het ellende in ons gebied, is iets voor te zeggen, maar je kan natuurlijk niet in zijn geheel alles afschuiven op het Westen. Mensen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid daar. En een van de discussies die ik vaak voer in het Midden-Oosten is dat ze dan zeggen van maar democratie is eigenlijk een bestuursvorm die niet bij ons past. Die is fijn voor jullie, maar voor ons niet. En dan denk ik dan meestal van, dat weet je niet, want dat heeft zich niet kunnen ontwikkelen in dit gebied. Wij hebben ook een verlichting gehad en heeft zich kunnen ontwikkelen in een paar honderd jaar.
Ja, en ook als het om vrijheid gaat, in Saudi-Arabië had ik een aantal vrouwelijke activisten gesproken. En die vertelden dus van, nou ja, wij mogen weer auto rijden. En ik dacht, nou, erg goed en fijn. Maar ik dacht ook van, ja, je hoeft het ook niet te overdrijven. Het is maar autorijden. Ik bedoel, het betekent nog niet dat je gelijkwaardig bent aan een man. Dat je erfrechten hebt, dat je dezelfde rechten hebt als mannen. Je mag alleen maar auto rijden. En toen zeiden ze ook van, ja, elke centimeter aan vrijheid die we krijgen, die pakken we. En we hebben 40 jaar gestreden voor het autorijden. En dat is gelukt uiteindelijk. En het zijn babystapjes misschien voor jullie. Maar voor ons zijn het wel grote stapjes. Namelijk dat je zonder man je kan verplaatsen in een stad. Dat er niet elke keer een man als chauffeur mee moet. Als een soort begeleider ook. En ja, dat je die keuze en die vrijheid ook hebt. En toen dacht ik van ja, ik vind het misschien niet iets wat heel uitzonderlijk is. Maar voor hun is dat wel. En nou, je ziet zes vrouwen onder in de hoek. Dat zijn zes vrouwelijke activisten die zijn opgepakt. Dat waren eigenlijk vrouwen die zich heel erg hebben ingezet voor het autorijden van vrouwen. En die vrouwen zijn eigenlijk op een bijna beetje komische manier opgepakt door de kroonprins Mohammed bin Salman, hè, die door sommigen in het Westen wordt gezien als een verlichte leider. Want Mohammed bin Salman heeft gezegd van, nou luister, dat verbod op autorijden, dat heb ik opgeheven. Niet omdat jullie daar 40 jaar voor hebben gestreden, maar omdat ik jullie dat gun. En ik gun jullie dat. En niet doordat jullie je zo sterk hebben gemaakt voor die strijd. Dus heeft die zes vrouwen opgepakt. Twee daarvan zijn nu voorwaardelijk vrij. Maar vervolgens heeft hij vorige week nog vier andere vrouwelijke activisten opgepakt. En dan denk je wel eens, ik bedoel vanuit mijn perspectief, mijn jeugd, mijn leven, mijn kijk op de wereld van, man, waar gaat het eigenlijk over? Autorijden en vrouwen die zich daar sterk voor maken en die dan in de gevangenis belanden en waarschijnlijk ook nog hoge gevangenisstraffen gaan krijgen. Maar dan besef je wel van wat dat betekent om te strijden voor elke centimeter vrijheid die je krijgt. En het is dan autorijden waar vrouwen dus klaarstaan om zich min of meer op te offeren. Want het zou ook zomaar kunnen dat je de doodstraf krijgt in Saudi-Arabië. Wat betreft vrouwen is het wel heel erg hoopvol. Ik zie dat vooral vrouwen zich verzetten. Of dat nu op het Tahrirplein was, waar vrouwen op de barricade stonden, of in Saudi-Arabië, waar vrouwen door barrières van angst braken. Ik heb nog vrouwen in Afghanistan, Kunduz, gezien, vrouwelijke politieagenten, die als een soort leeuwinnen tegen de Taliban vochten. Ik kom eigenlijk overal ontzettend veel vrouwen tegen waar ik heel erg blij van word. En waar ik niet blij van word, zijn de mannen in het Midden-Oosten. En dat is toch wel eigenlijk een beetje de kern van het probleem. Deze gezellige mannen, daarvan leveren een heel groot deel niet meer. Maar ook weer een deel weer wel. Oude, nieuwe dictators. Eigenlijk is de lijst nog groter, maar dan had ik nog 50 foto's op moeten zetten. Ja, een van die discussies is dus ook de hele tijd van, democratie is eigenlijk geen bestuursvorm die bij het Midden-Oosten past. Nou, ik vind dat flauwkul en ik ga ook die discussie aan met die mensen. Ik ga jullie geen geschiedenisles geven, want daar hebben we geen tijd voor. Maar je moet je eens voorstellen, dat gebied heeft heel lang onder Turkse overheersing gezeten. Ottomanen hebben daar gezeten, Turken, ruim 400 jaar. Een soort kolonialisme door de Turken. Vervolgens, tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn de Turken, is dat Ottomaanse Rijk uit elkaar gevallen, is het Westen daar gekomen, de Engelsen, de Fransen, in Libië de Italianen zijn grenzen gaan trekken. Zo'n land als Syrië bestaat sinds 1916.
Libië is sinds 1912 een land. Dat bestond niet. Dat waren drie losse provincies. Dus stel je voor, dus eerst laten we zeggen Turkse juk. Daarna komen de Engelsen en de Fransen. Het Westen komt dan, is ook kolonialisme. Vervolgens komt het Arabisch nationalisme op in de jaren 50, 60. En grijpen overal, in ieder geval in heel veel gebieden, militairen de macht. Als je alleen al naar de bovenste zes foto's kijkt. Oh, ik moet wel een microfoon mee. Bovenste. Die werkt niet. Ja? Oh, nee, die gaat. Als je even naar de bovenste foto's kijkt, ik bedoel, dit is Bin Salman, dat is een soort nieuwe dictator, Haftar, Libië, hè, wat nu heel erg een soort nieuw Gaddafi gaat worden. Nou, die leeft niet meer, Saleh, Gaddafi ook niet. Dit is koning Farouk van Egypte. Die werd de dikke Turk genoemd, zo word ik ook wel eens af en toe genoemd. Maar bijzondere man, die leed aan kleptomanie, dus die stal alles wat los en vast zat. En hij was de enige in Egypte die in een rode auto mocht rijden. En owe als je in een rode auto reed, want dan werd je opgepakt. Farouk is afgezet door deze kolonel, Nagoub heet hij. Is vertrokken per jacht naar Cannes, heeft zo uitgezwaaid, al die mensen in Egypte. En is daar overleden aan een overvloedige maaltijd. Nou, militairen komen aan de macht. Hij wordt weer afgezet door Nasser. En dan Sadat is vermoord. Nou, je hebt Mubarak. Dan zijn er verkiezingen geweest natuurlijk. Moslimbroeders gewonnen, maar na een jaar alweer afgezet. Dus in die hele range eigenlijk, ik denk in 120 jaar tijd, dus geen één gekozen president. Even los van Morsi, maar die is afgezet. Ja, hier kan zich natuurlijk democratie niet ontwikkelen, bedoel, op deze manier. En dat geldt natuurlijk ook voor al die andere landen. Even kijken, hier Bourguiba, Tunesië, is later afgezet door Ben Ali, die nu in Saudi-Arabië zit. Hè. Die is gevlucht naar de Arabische lente. En ik hoorde dat hij daar in Saudi-Arabië de hele dag naar Turkse soaps kijkt. En dat hij heeft gezegd, nou, ik hoef niet meer terug naar Tunesië. Misschien is hij van de Arabische lente misschien wel de dictator die het slimste was. Want hij heeft eigenlijk het snelste eigenlijk het bijltje neergelegd. En is hij gevlucht naar Saudi-Arabië. Assad natuurlijk in Syrië heeft volgehouden. Die heeft een gigantische comeback gemaakt. Wel een land wat helemaal kapot is. Veel vluchtelingen, land ligt in puin. Iran en Rusland maken de dienst uit in je land. Dus je hebt je land eigenlijk al verloren. Deze meneer, vrolijke man, is net afgezet. Dus het kan wel. En daar was het symbool ook weer een vrouw. Hè, die, nou ja, en de onderste, die zijn allemaal vermoord. En Gaddafi is natuurlijk, misschien kennen jullie die beelden, gelyncht. En ik was in Misrata en toen sprak ik een van de mannen die Gaddafi uit die luchtkoker hebben gehaald en Sirte gelyncht hebben en vermoord hebben. En je zal het niet geloven, maar die man zei, als ik had geweten wat voor chaos het zou veroorzaken, had ik het niet gedaan. En toen dacht ik, Jezus, bedoel, als hij dat zegt zo, weet je wel, bedoel, een dictator die daar aan de macht is geweest en niet ook een hele zachtmoedige dictator, dan vind ik dat toch wel ernstig dat mensen dus spijt hebben. En ik heb dat ook in Irak gehad met mensen die eerst tegen Saddam Hussein waren en dat ze dus nu eigenlijk vinden dat het zo'n grote chaos is, dat ze daar spijt van hebben. Ik heb daar ook wel eens discussies over gehad. Omdat ik begrijp dat vanuit hun perspectief. Hè. Een dictator die valt. Een machtsvacuum. Maar wat is dan het alternatief? Nou, er was een Arabische
of een Belgisch Arabist die zei tegen mij, misschien was het beter geweest om ze te laten zitten, die dictators, en meer internationale druk erop te zetten en ervoor zorgen dat ze gingen hervormen. Die internationale druk die was er altijd al. Ik bedoel, of dat nu voor Saddam Hussein of Gaddafi. En dat heeft niet echt voor hervormingen geleid. Het bleef wel in mijn hoofd hangen dat een van de mensen van de Misrata-brigade, die dus gewoon verantwoordelijk was voor de lynchpartij op Gaddafi en ook eigenlijk voor de revolutie daar, dat hij spijt had. Dus dat zat ook de hele tijd in mijn hoofd van ja, maar wat is nou de beste manier eigenlijk? Want het klopt ook, ik bedoel, Afghanistan-chaos, Irak-chaos, Libië-chaos, daar hebben we ook een militaire interventie door het Westen. Maar als je niet ingrijpt, ook chaos. Zie Syrië. Ik bedoel, wat is dan de beste formule eigenlijk om zo'n dictator onder druk te zetten of af te laten treden? En met die gedachte in mijn hoofd kwam ik in Tripoli terecht bij een man die Hassan heette. Hassan vertelde over zijn zoons. En zijn zoons, dat was denk ik 10 jaar geleden, had het regime in Libië, Gaddafi, had de jongste zoon 's nachts uit het huis gehaald, in de gevangenis laten doodmartelen. En vervolgens hebben ze elk jaar 1 zoon opgehaald. En hij was de vader die 5 zoons miste. En hij vertelde ook van, het is een chaos, maar ik wens niemand om in een dictatuur te leven en om in angst te leven en om 5 zoons te begraven. En dat had toen, maar ook nu eigenlijk, maakte dat heel erg veel indruk op me. Ook omdat hij zelf naar de gevangenis was geweest, de beruchte gevangenis in Tripoli. En op die binnenplaatsen was geweest waar die zoons dus waren doodgemarteld. En om de familie extra hard te treffen, dus elk jaar een zoon laten ophalen. Min of meer op dezelfde dag. En toen was wat die man van de Misrata-brigade vertelde, dat verdween in 1 keer uit mijn hoofd ook, dat ik dacht van nee, ik wens dit ook echt niemand toe. En ook al is het chaos, en dat is heel erg, en hebben ze gewoon meer tijd nodig om die democratische weg in te slaan. Je wenst dat eigenlijk niemand toe om in een dictatuur te leven. En al helemaal niet in een dictatuur waar deze mensen de macht hadden. Of hebben nog steeds. Hè. Haftar is nu de man die opkomt in Libië. En Assad zit er nog. En Bin Salman is de man die opkomt. Dus even een kaartje. Ik heb eigenlijk heel Noord-Afrika van Marokko, eigenlijk bijna het hele gebied doorgereisd. Van Marokko tot aan Pakistan. Waar ben ik niet geweest? Ik ben niet in Oman, niet in Jemen geweest en niet in Bahrein geweest. En voor de rest ben ik in al die landen geweest. Ook tijdens de Arabische Lente. Het enige land waar die probeert op dit moment daar, dat is Tunesië. Die hebben vrije verkiezingen gehad. Het gaat moeilijk, moeizaam. Maar ze proberen het in ieder geval. En met vallen en opstaan. Nou, Libië weten we, dat gaat niet goed. Egypte is een staatsgreep geweest. Democratie heeft daar geen kans gekregen. Wat je ook van die moslimbroeders vindt. Ik bedoel, ik ben er ook geen fan van. Maar om na een jaar een gekozen regering af te zetten, ja, dat is gewoon ondemocratisch. Dus in dat hele gebied, dat is misschien wel heel sneu, heb je dus, waar je dus echt vrije verkiezingen hebt, is dus Tunesië, Israël en Libanon. En voor de rest eigenlijk niet. Ja, als ik even Turkije en Pakistan even niet meetel. Irak, dat is niet helemaal zoals je het zou willen. Iran, ook qua verkiezingen natuurlijk nogal beperkt qua kandidaten. Het moeten wel allemaal uit dezelfde koker komen. En dat is niet heel erg hoopvol, moet ik zeggen. Maar misschien heeft het ook gewoon een wat langere tijd nodig. Moet het zich verder ontwikkelen?
Misschien moet er nog eens een Arabische lentegolf over dat gebied heen gaan. Wat je wel ziet is bij de Arabische lente is dat er wel zaadjes zijn geplant. Dat je dat wel voelt ook. Onder jongeren ook, maar ook onder vrouwen die het gevoel hebben van... er is misschien toch wel wat te halen. Ja, en wat in Soedan is gebeurd is natuurlijk ook wel hoopvol. Want dan hebben ze ook het gevoel van zo'n dictator krijg je dus wel weg als je dat echt wil. Om niet... trouwens, dat was ook wel weer bijzonder. Dat in Tunesië hadden ze een onderzoek laten doen... of had een Franse vrij vage onderzoeksgroep had een onderzoek na te doen... naar de positieve kanten van een dictatuur. En ik dacht, oké, ik wil eigenlijk dat best wel lezen. Nou, er stond dus dat de trein altijd op tijd rijdt... dat het qua bureaucratie goed geregeld is... gezondheidszorg, onderwijs is goed geregeld... vrouwenemancipatie ook soms in die gebieden. Zie Saddam Hussein, die heel erg op vrouwenemancipatie inzette, maar ook in Tunesië, Bourguiba. Maar dat was het dan ook wel een beetje, zeg maar, als het gaat om de positieve kant. Maar die andere 100 negatieve kanten, die zijn niet onderzocht. Dus dat hebben ze maar even gelaten voor wat het was. Deze mevrouw op de foto is Laila Swaif, een wiskundige uit Egypte, hoogleraar. Ik denk misschien wel een van de moedigste mensen die ik heb ontmoet in het Midden-Oosten. Laila vertelde mij dus dat haar opa ten tijde van Nasser is opgepakt, dus president Nasser, lang geleden. Haar vader heeft vastgezeten in de tijd van Sadat. Zij is opgepakt in de tijd van dictator Mubarak. En haar zoon zit nu vast met Sisi. En zei, ik heb een kleinkind. Dus als er nog een volgende dictator komt, dan zal hij waarschijnlijk... Dan kunnen wij zeggen, wij hebben 5 generaties lang vechten wij voor vrijheid en voor waardigheid. En kunnen we ook zeggen, 5 generaties hebben de cel, een Egyptische cel, van binnen gezien. Je zou zeggen dat zo iemand gebroken is en wanhopig is, maar dat is helemaal niet. Ze is heel positief ingesteld. Ook met allerlei demonstraties liep zij mee in de voorhoede met het idee van de politie die zal mij iets minder slaan als ik vooraan sta. En dan kan ik misschien die klappen opvangen voor die jonge mensen. Maar is ook al 2 keer ziekenhuis ingeslagen. Maar ze is heel erg hoopvol. Ze zegt ook van, we hebben gewoon wat meer tijd nodig. Ook qua bewustwording. En wij moeten daar gewoon voor strijden, offers geven. Dat hoort er gewoon bij. En geef ons ook gewoon tijd en steun ons ook vanuit het Westen. Probeer ons te helpen, want wij hebben jullie hulp nodig. Ook al is er negativiviteit... rondom westerse inmenging. Maar ze zei vooral van laat ons niet alleen. Want wij doen ons best. Wij proberen te veranderen. Wij proberen druk te zetten. We proberen te protesteren. We proberen van alles eigenlijk gewoon. En hier ben ik was ik bij haar thuis in Egypte. Met 2 mensen van het ministerie voor de deur. Opschreven hoe lang ik binnenbleef en hoeveel minuten dat waren. Ik kreeg meteen een déjà vu met Saudi-Arabië, waar ook 2 ambtenaren steeds meeliepen. En die ene die fotografeerde dan de mensen die ik interviewde. En de ander schreef dan op van, oké, hij heeft 3 vragen gesteld. Dat duurde 5 minuten en zij gaf daar deze antwoorden op. En dan had hij elke dag zo'n dik verslag geschreven. En werden dus ook de mensen constant onder druk gezet. Dus nadat we ze hadden geïnterviewd weg waren, werden ze nog een keer ondervraagd van wat nou de insteek van het interview was en noem maar op. En ik denk ook, maar dat is ook gewoon, en dat zei ik ook aan het begin van de lezing, dat we, omdat het zo vanzelfsprekend is hier in Nederland, vrijheid en hoe we leven en in veiligheid en dat we niet bang hoeven te zijn voor een agressieve staat, is dat voor die mensen daar niet zo. En
Ik heb dat van de week ook op tv gezegd. Ik zou eigenlijk willen dat we 4 en 5 mei, dat we daar 2 nationale dagen van maken. Dat we dodenherdenking nog intenser herdenken. En bevrijdingsdag eigenlijk nog uitbundiger vieren. Want vrijheid moet je echt, dat moet gevierd worden. En dat besef je ook als je in dit soort landen reist en al dit soort mensen tegenkomt die zich verzetten, die echt alles doen voor vrijheid, ook hun leven willen geven, vaak ook. Dat ik denk van ja, omdat alles zo vanzelfsprekend is, vinden wij het ook, ja, vrijheid, daar denk je misschien ook niet eens over na, want dat hebben we al en we wonen in een veilig en vredig land. Maar dat geldt dus niet voor die mensen, maar dat geldt eigenlijk voor een heel groot groep mensen in de wereld niet. Ik bedoel, het is best wel uitzonderlijk wat wij hier in Europa hebben en dat mogen we koesteren en daar moeten we aan vasthouden en daar moeten we voor vechten als dat in gevaar komt, vind ik. Liefst geweldloos, want er is al genoeg geweld in de wereld. En dat is ook, denk ik wel, een van de grootste problemen in het Midden-Oosten, is dat er zo weinig verzoening is. Iedereen probeert wraak op elkaar te nemen. Dan is een bepaalde groep is dan aan de macht, die denkt dan van, hé, wacht even, jullie hebben ons het leven de afgelopen 30 jaar zuur gemaakt, nu gaan we jullie terugpakken. En zo raak je natuurlijk in een cirkel waar je gewoon niet uitkomt en waar er constant ook geweld wordt gebruikt tegen elkaar. Ik zei het ook al, mijn hoop is een beetje gevestigd op de vrouwen in het Midden-Oosten. Ik denk dat die vooral, die hebben ook veel meer te winnen dan mannen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus die strijden daar ook veel sterker, krachtiger voor. En dat in al die reizen. Ik bedoel, ik was bij een Taliban-commandant in Uruzgan. En die vertelde dus wat vrouwen wel en niet mochten. En hij kwam echt met dingen waarvan ik moest bijna lachen eigenlijk. Terwijl het helemaal niet grappig was. Maar dat vrouwen geen schoenen met hakken moesten dragen. Want dat maakte geluid. En dat zou toch bepaalde gevoelens kunnen opwekken. En toen dacht ik, waar heb je het in godsnaam? Maar muziek ook, hè? Dat zijn toch duivelse geluiden en noem maar op. En dan is het ook wel weer wrang om te zien, dus dan na 18 jaar Afghanistan-oorlog, dat je Amerikaanse diplomaten met de Taliban aan tafel ziet zitten. En dan denk je, waar hebben jullie nou eigenlijk 18 jaar lang voor gevochten? En wat hebben die mensen daaraan? En ik zag het ook als een soort overwinningsfoto voor de Taliban. Die hebben ook altijd gezegd, hè, jullie hebben het geld en de wapens, maar wij hebben de tijd. En dat te bedenken dat wij daar als Nederland ook 8 jaar hebben gezeten, 4 jaar in Uruzgan. 23 jongens zijn omgekomen daar. Iets van 120 mensen gewond en een paar duizend jongens voor het leven getekend met PTSS. En dan gaat het nog niet eens om geld, maar het gevoel dat je daar dus als Europees, als Westen zo lang hebt gezeten en dus het verschil niet hebt kunnen maken voor vrouwen bijvoorbeeld, maar ook voor allerlei andere groepen die daar zitten. Om niet helemaal negatief te eindigen, denk ik van, het heeft gewoon tijd nodig En wat ook wel belangrijk is, is dat wij onze verantwoordelijkheid nemen als Westen. En dat is dan niet alleen maar druk zetten, maar ook als het gaat om, bijvoorbeeld als het gaat om wapens verkopen. Hè? Ik bedoel, er is een organisatie die heet de Verenigde Naties, die heeft een veiligheidsraad. Daar zitten een aantal landen in, vooral Westerse landen, daar zit ook Rusland en China in. En dat zijn nou de landen, 8 landen die om een ronde tafel zitten en praten over wereldvrede, maar toevallig ook de landen die de meeste wapens verkopen in de wereld. Wetende bijvoorbeeld dat de helft van alle handwapens van IS uit België kwamen. Uit een staatsbedrijf uit Luik. Dus ook in die discussie over van westerse inmenging en slechte invloeden vanuit het Westen, daar zit ook een heel klein deel van kern van waarheid in. Niet helemaal, want ik vind ook dat ze zelf verantwoordelijkheid hebben in het Midden-Oosten. Ik bedoel, je hebt zelf ook een moreel kompas. Maar wel als het gaat om het leveren van wapens, maar ook van al. Maar ook bijvoorbeeld, IS gebruikte die strijders gebruikten Captagon. Dat is een middel waar je een beetje euforisch door wordt.
dat wordt door een Duitse farmaceut gemaakt. Ik bedoel, en dat is een middel die ze dan elke dag slikken. En dan heb je het over 30.000 strijders die elke dag een pilletje moeten slikken. Hoeveel containers is dat dan niet? En ik bedoel, als er dan ergens een grote bestelling kap de grond komt, dan gaan toch, denk ik, alle belletjes rinkelen van, hé, wacht even, hier klopt iets niet. En dat is wel het wrangen af en toe. Economische belangen gaan toch voor mensenrechten en dat soort dingen. En ik denk als we daar nou wat iets strenger naar onszelf kijken, ook zo'n land als Saudi-Arabië, daar doen we heel erg veel zaken mee, dat we dan denken van, nou, we doen wel zaken, maar dat heeft ook, we leggen ook voorwaarden aan dat zaken doen. En dat is nog een hele moeilijk ding, merk ik ook gewoon. Het is ook, dat hoorde ik ook van een Nederlandse diplomaat die dan zegt van, ja, als we te hard met gestrekt been bij de Saudi's ingaan, dan keren ze zich helemaal richting Rusland en dan zijn we ze kwijt. En dan zeg ik, maar wat zijn we dan kwijt? Ja, ja, economische belangen. Ja, oké, maar dat is dan jammer voor ons. Maar je kan ook gewoon kijken van, kijk, je zou dat ook als Nederland, daar zijn we te klein voor. Maar als je dat als Europese Unie en als Westen doet, dan is dat toch wel krachtig. Ik bedoel, het is toch een belangrijk werelddeel en ook wel machtig als het gaat om economische belangen. Maar dat is gewoon lastig. En ik ga het afronden. Ik wilde gewoon vooral zeggen van, laten we wat vaker stilstaan bij wat we hebben. En dat koesteren en dat omarmen. Liefst elkaar ook omarmen. Ik vind dat het debat soms te giftig is in Nederland helaas. Dan denk ik van, nou, het mag wel op een iets vriendelijke toon. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Juist oneens met elkaar zijn is misschien ook goed. Ik bedoel, ik zou niet in een homogeen land willen leven waar iedereen hetzelfde denkt, voelt en proeft. Maar het mag wel soms wel iets vriendelijker naar elkaar. Nou, dat was het eigenlijk.